Hallo, ik ben Anas, ik ben 15 jaar, ik woon hier heel mijn leven in Luchtbal. Ik ben Mohamed. Ik ben Melissa. Hallo, ik ben Omer. Ik ben Riyad. Deze komende weken maken we video's over Luchtbal. Hallo, wie bent u en wat doet u hier? Ik ben Omer en wie zijn u? Ik ben Daphne Reiner. Ik ben Matthij. Ik ben Patrick. Ik heet Amin. Ik ben Fatima. Ik ben Lieve Gabriels. Ik ben Anna. En ik ben Sabri. Mevrouw Joosen Linda. Ik ben Frederik. Fatima. Jordan. Gerda. Dre. Ik ben Moutalik. David. Gabriel. Ik ben Goldie. Licht. Yusef. Ik ben Robert Klaassens. Osas. Billy, de trainer van U15. Ik ben Jamie. Nadia. Saima. En Gosha. Abdoufazal. Billy Bonsa. Anas. Angel. Ilias. Ik ben Nathan. Smit Gilbert. Ik ben Kinkei. Wat vindt u van luchtbal? Ik vind luchtbal een heel leuke wijk. Er is heel veel te doen voor kinderen en jongeren. Wanneer mag ik het plaatsen dus? Ik vind dat een fantastische beurt. Ik ben er eigenlijk een beetje verliefd geworden op die wijk. Want de mensen zijn daar heel vriendelijk en gastvrij. Het is eigenlijk een beetje als een familie. Ik vind dat hier wel speciaal leuk. Luchtbal is een fantastische buurt om te wonen. In mijn tijd kende wij luchtbal alleen van familie Bakkeliauw. Er zijn veel mensen die elkaar kennen, die elkaar zien als broers en zussen. Gewoon dat de beste buurt is van Antwerpen en dat is het. Ik vind die fantastisch. Ik kan me zeer mee hierop. Dat is een wijk op zijn eigen, hè? Heel gezellig. En ik heb hier heel veel vrienden en... Groen, proper, chille plek. Cool, rustig, veel dingen gebeuren hier. En ik voel me hier echt op mijn gemak. Luchtbal is de beste buurt in Antwerpen. Dat is klein ook, snap je? Iedereen kent elkaar. Je kunt eigenlijk van alles doen in de luchtbal, sporten. We kunnen naar de studio komen. Muziek maken. We kunnen naar de cinema gaan. En samen gaan chillen ergens. Een burger van de Burger King. Dat vind ik wel mooi. Dat is zoals mijn tweede huis, want ik voel me erg goed. Dat is luchtbal, hè. Beschrijf luchtbal in één woord. Oh. Ja, ik vind luchtbal wel heel bruisend. Multicultureel. Top. Allochtonen. Cool. Echt aan warmte. Perfect. Familiegevoel. Diversiteit. Hè. Life. Kinopolis. Gezellig. Ik heb alleen twee woorden. Goeie beurt. Luchtbal. Ja, allemaal piraten. Hè. Thuis. Samenwerking. Vrienden. Speciaal. Geweldig. Fantastisch. Topbuurt. Hartelijk life. Wat is er leuk aan? Veel groen, veel parken waar je kunt spelen. Ja, er is veel te doen en iedereen wordt echt behandeld als met respect. Als je op straat komt, zeggen mensen goeiedag en zo. Ik kan hier mezelf zijn, snap je? Het is een dorp binnen de stad. Waardoor dat iedereen elkaar wel een beetje kent. Dat iedereen hier één is met elkaar en dat hier altijd wel iets valt te beleven. Zijn er soms problemen hier op de luchtbal? Tuurlijk. Het is hier niet steriel, hè. Er zal altijd wel negatieve dingen zijn. Inbraken in dat zal overal wel dat gebeuren, wel. Denk ik. Grote jongens die drugs nemen in onze plein en in Hoekske. Ik denk dat er heel veel jongeren buiten hangen tegenwoordig. Wij zijn er slecht aan luchtbal. Verbouwing. En wat vind jij er slecht aan? Dat duurt te lang. Ik weet dat veel mensen zoiets hebben van luchtbal. Daar moet je wat bang van zijn. Vroeger was dat hier een levende gebeurt. Maar ze hebben hier de laatste 15, 20 jaar alles afgebrokkeld. We hadden vroeger een bank, die is weg. Postkantoor dreigen ze ook van weg te doen. De middenstand heeft hier heel weinig kans. Cafés verdwijnen. Zou u iets willen veranderen hier? Ik wil veel meer snacks en zo hier. Restaurantjes en die dingen. Winkels en zo. Meer winkels. Ja, meer winkels. Ik zou hier ook heel graag een bankautomaat willen, want je kan hier geen geld afhalen. Wat is er speciaal aan luchtbal? Dat er heel veel nationaliteiten hier rondlopen. Heel veel.
Maar ik kan 57 verschillende nationaliteiten. Mijn buren zijn Marokkaans, mijn andere buren zijn Belg, mijn bovenburen zijn Afrikaans, snap je? Ja. Dat is leuk. Dat is leuk. Zo leer je ook andere culturen kennen ook. En dat is heel leerrijk, want elke cultuur heeft iets interessants te vertellen. Je leert anders koken, anders eten. Je leert van elkaar. Hè? Zwart, wit, geel, oranje. Iedereen is het. Het is allemaal hetzelfde. Ik vergelijk het altijd met de wereld. Je moet niet op reis gaan, want alle andere mensen van andere landen die zijn hier te vinden. Het gaat gewoon om wie jij bent. Een mens is een mens. De wereld is voor iedereen. Hè? Voilà, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Iedereen zit hier ook een klein beetje in hetzelfde schuitje. Hè? Het zijn allemaal sociale huurders, mensen met een klein inkomen. En het zijn allemaal mensen met pijn en verdriet en zorgen en ook vreugde. Je voelt dat ook, dat er een hechte band is tussen de inwoners van Luchtbal. Hoe zien jullie de toekomst eigenlijk? De toekomst? Zoals ik hier zie, heel druk. Nu is de toekomst. Het komt wel goed. Wilt u hier voor de rest van uw leven wonen? Ik zie dat wel zitten, ja. Eigenlijk wel. Hier kan ik heel mijn leven wonen. Dat ik hier de rest van mijn leven wil wonen, ja. Voor mijn kinderen ook. We zijn hier opgegroeid. Ik woon er heel mijn leven, dus... Luchtbal is, ja, dat ligt wel diep in mijn hart. Voor mij is dat gelijk een eilandje. En op dat eiland zie je de mensen komen en mensen gaan. En toch blijft het Luchtbal bestaan.